minister Surjan hier. De minister van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer, RGB, Lekram Surjan, heeft in het radiopraatprogramma Bakkanatori op de SRS uitleg gegeven over het gronduitgiftebeleid. Na het programma heeft de minister zich vrijgemaakt om personen die naar de studio waren getogen persoonlijk te ontvangen en hun klachten aan te horen. Voor minister Surjan is dit moment heel erg belangrijk geweest, omdat de interactie met de samenleving ertoe bijdraagt dat instanties zo ook rechtstreeks weten met welke problemen de gemeenschap te kampen heeft. We hebben tijdens het programma opgeroepen en eigenlijk aan de samenleving gevraagd van als u met zaken zit die lang op zich laten wachten, richt u een schrijven. Ik heb ook aangegeven bijvoorbeeld dat we de bedoeling is dat we een apart loket, als ik het zo mag aangeven, niet fysiek hoeft dat een apart loket te zijn, maar als je naar het loket gaat van domeinkantoor, moet je je zaak kunnen aangeven van kijk, ik wacht al 5 jaren, dat we die zaken oppakken. Tijdens het programma hebben we opgeroepen van mensen, als u punten heeft, problemen heeft, kunt u ook langskomen en dan kunnen die mensen zeg maar direct met de minister in contact treden. Hun zaken aanhalen. En dan begrijp ik dat het aantal dat hier is geweest een druppel is. Maar de aanzet is gegeven en ik wil ook die boodschap en het signaal sturen dat we menens zijn om het probleem aan te pakken. Ik herhaal nogmaals dat we niet binnen een jaar alles hebben gedaan, maar er moet wel zichtbaar zijn, zichtbare lijnen waar de burger kan zeggen van hey, inderdaad, ik zie nu dat als ik met zo'n probleem zit, ik daar moet wezen en mijn probleem is dan binnen 6 maanden verholpen. Naar die situatie toe moeten we. En dit is een aanzet en ik ben erg blij dat de mensen gehoor hebben gegeven. Het geeft mij ook een indruk van welke problemen leven. Ik heb al natuurlijk een kijk gehad binnen RGB, maar ook de brieven die komen. En het is alleen maar een bevestiging dat het probleem groot is en de burgers stagnaties ondervinden. En dat we van deze kant uit aan die burger zeggen, die regering is menens om het probleem aan te pakken. Daarom vraag ik ook naar een kaart. En dan kan ik daarmee gericht de mensen aan het werk zetten. Van, kijk, maar ik beloof u nu dat u binnen 2 weken uw beschikking heeft. Ja. Omdat er alle andere dingen ook in proces zijn. Maar dan heeft dit zeker weten aandacht. Ik wist niet hoe dit zou uitpakken. Het programma is natuurlijk oké, maar het contact en de manier waarop die mensen zijn geweest met hun problemen en geduldig, ook heel erg geduldig ook. Ik waardeer dat erg en ik moet dat benadrukken. Dat ondanks de mensen zo lang wachten, ze nog geduldig wachten. En dat geeft me aan dat ze vertrouwen hebben en geloof hebben, maar dan moet van onze kant uit alles aangedaan worden om het vertrouwen en het geloof niet te schaden, maar daar vol tegen aan te gaan om die mensen hun zaken aan te pakken en op te lossen.